Koning Willem-Alexander, van harte gefeliciteerd met uw 57ste verjaardag, schrijft hier in een moors ondergram. Deze foto is gemaakt door Joop van Tellingen op de première van de disney De The Lion King november 1994 in Amsterdam. Hij had toen nog geen verkeering. Voor het programma Telekits probeerde ik op de rode loper, op aanwijzingen van Joop, zo dichtbij mogelijk bij toen nog de prins te komen. Dat lukte. Ik stond zelfs naast hem getuige deze foto. Bloednerveus deed ik mijn presentatie over mijn zogenaamd spannende deed op de camera van Jasper Breuse, die achter mij liep. Kennelijk had hier in de moors totaal niet doordat de prins meeluisterde luisterde en best vriendelijk naar haar lachte. Het had zomaar anders kunnen lopen. Gelukkig zien we hier in de moors nog maar heel af en toe op de buis. Zo mag mevrouw regelmatig iets van de loterij aanprijzen om toch nog rond te kunnen komen. Haar voormalig collega en goede vriend Carlo Booshard mocht echter bij het TL4 blijven en is tegenwoordig een van de belangrijkste gezichten van de zender. En dus geeft Irene de hoop op, zo liet ze eerder weten in de podcast Kind van de jaren negentig. Het is wat het is, zei Irene Moors. Het is heel ingewikkeld geweest in die tijd. Na vijftien jaar stopte ik samen met Carlo Booshard op die zondagmiddag, want ook daar had er alles meegemaakt. We wilden samen een doorstart maken op een ander moment. Op vrijdagavond of weet ik veel, gewoon de laatste stap maken. Maar op dat moment liep wel mijn contract af en daar had ik niet over nagedacht, vervolgde Irene Moors. Dan is je contract voorbij en er is mij wel een programma aangeboden, maar dat was een klusprogramma. Eigen huis en tuin, red, en dat vond ik niet bij mij passen. En ik ben nog steeds een maker en geen klusser.